sfeer uitstralen, goede muziek. Gewoon een leuke dag van iedereen. Vandaag is het meer zoals we begonnen zijn, indie rock. Al hebben we wat meer rap, we hebben wat meer, metal erin. Het is wat steviger. Dus iets gevarieerder, ook voor meer mensen. We kunnen ook meer mensen trekken dit jaar. Nieuwe tattoos op haar en laat mijn vader het niet zien. Zolang ik raak om af te zien, met 42 en veel. Want 42 en skills wordt men hebben niet te veel. Ze willen dat ik fout doe, willen dat ik rauw doe. Willen dat ik helemaal crazy word, maar zeg ze. De Zeeuwse bijdrage aan Vestrock met Gers Pardoel nu op het moment op de achtergrond. Gork A27. Het is voor jullie een thuiswedstrijd, hè? Voor een deel van ons wel. Job en Tom die komen uit Hulst en dat is uit de neuzen, maar ja. We spelen wel voor een thuispubliek, dus dat is altijd fijn. Maakt dat een beetje anders om voor het thuispubliek te spelen? Nee. We waarderen denk ik alles gewoon evenveel. Ja, het is niet moeilijker of makkelijker, weet je. Een publiek blijft kritisch en ze blijven luisteren, dus ik weet niet. Dit is Gork A27! Opstap voor zo'n festival, spelen daar zenuwen nog een rol bij? Bij mij wel. Ik ben vaak het bandlid dat alles onderkotst. Maar vandaag niet, dus het is echt wel een pluspunt. Maar ja, hoe meer zenuwen, hoe beter je speelt, snap je? Dus ik vind het wel prettig. Ik wil het gewoon erin houden en hopelijk zo lang mogelijk zenuwachtig blijven. Ik kijk erg uit naar de heideroosjes. Nog even wachten. Ja, dat duurt nog even, maar dat lukt wel, want de zon is net gaan schijnen. Zij wilden graag customs en zo zien, dus ik kom gewoon mee. Ik vind het gewoon leuk om te komen. Ja, want het weer werkt ook een beetje mee. Het is droog, belangrijk toch? Ben je vrijdag ook nog geweest? Nee. Eén dag. Ja, het is voor kinderen. Nick en Simon, dat ga ik niet naar kijken. Het doet een beetje naar de zin, Vestrock. Ja, prima. Hartstikke leuk, ja. Ja. Het is het tweede jaar dat ik hier kom en vorig jaar goed bevallen. We zijn weer teruggekomen, dus leuk. Ja. En wanneer weer, hè? Ah, vorig jaar was het warmer. Ja? Ja, absoluut. We hebben de eerste jaren wel gekozen om het festival zo duurzaam mogelijk op te zetten. Het tweede jaar zijn we er echt al stappen verder in gegaan. Toen hebben we ook besloten om een educatief programma eraan te verbinden. Vestrock University, waarbij wetenschappers en vooraanstaande sprekers wat vertellen over duurzaamheid. En dat was het tweede jaar enorm succes. En nu zie ik weer dat de zaal vol zit, want we doen dit nu weer. Bovendien hebben we nog grote stappen gezet om het festival nog duurzamer te maken. We praten het zo, we praten gewoon, want ik vind het alleen maar leuk als maar ook genoeg. Zeker leuk. Ja, maar we moeten nog verder wat zeggen, hè? Ja, een biertje drinken, hè? Ja, dat dacht ik. Ja, zo gaat dat, hè, zo gaat dat. Ik vond kraantje wel goed. Dus ik heb tot nu toe ook nog naar mijn zin. Is het eerste jaar Vestrock of ben je al vaker geweest? Tweede keer. En het worden reguliere bezoeken? Zeker. Het is een beetje jammer dat het podium nou daar staat en niet daar. Maar, nou ja. Het is toch wel oké. Okay. Wat doe jij? Omroep Zeeland. Omroep Zeeland. Komt er niet de radio? En een camera. Een Vlaming in het oranje, dat zien we graag hier natuurlijk, dat begrijp je. Dat is een rampen. Ja. Hij krijgt geen bier als hij geen opdrachten uitvoert. En wat laten jullie hem doen dan? Ja, BH's verzamelen, op het podium komen, op tv komen, dat is een opdrachtje. Ja. Hey, maar jij bent nu in het oranje. Ja. Er is in ieder geval nog één land wat de lage landen gaat vertegenwoordigen straks. Ja, dat is
Geen slecht land eigenlijk, hè? Nee. Maar het doet wel zeer, hè? Het doet verschrikkelijk. Het is waardeloos. Het is verschrikkelijk. Ik had liever een truut geweest. Dus hey, maar... het is wel een verschrikking om het hier zo te doen. Okay. Dat is misschien nog erger dan het huwelijk wat eraan zit te komen. Eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel. We hebben zeker wel de ambitie om te groeien. Het terrein heeft ook nog iets ruimte om nog meer mensen toe te laten. Het is wel voor ons heel belangrijk dat het de intimiteit en die kleinschaligheid houdt. Dat is voor ons wel echt een waarde die we willen behouden. Dus we moeten kijken naar hoe we kunnen groeien en dat toch nog steeds overeind kunnen houden. Jullie hebben natuurlijk een aantal Zeeuwse prijzen ondertussen in de wacht gesleept. Wat betekent dan het spelen op zo'n festival als Vestrock? Ja, dat blijft leuk natuurlijk. Het is altijd even net iets spannender dan de kleine podia, maar het is even goed moet je het publiek gewoon meekrijgen. En dat is gewoon energie uitstralen en gewoon knallen. Tim? Een kans. Alles, dit soort optredens zijn voor ons wel weer zeg maar opstapjes tot misschien wel grotere podia, hopen we. Dit is een derde editie, volgend jaar vierde editie? Dat sowieso, zonder enige twijfel. En zeker ook een junior editie, want dat was voor ons ook zelf echt een enorm succes, maar ook een enorm plezier om te doen.